Welkom bij deel 3. We gaan die tiles van die dome die gaan we randomizen. Met de dome zelf hoef je niks te doen met die kloner. Het is altijd deze kloner die we moeten aanpassen. Ik ga die kloner moet je trouwens geselecteerd hebben, want dan gooit hij de effector er gelijk onder. En ik pak een random. Nou, je ziet dat hij gelijk effect heeft. Maar hij heeft effect op de position en dat wil ik niet. Ik zet even rotation aan, want we gaan ze straks animeren over de P, de pitch. Dat is de as waar die over binnenklapt en naar buiten klapt. En dan ben ik er nog niet, dat is wel duidelijk. Wat ik moet doen is hier in die slice, want nu doen ze het allemaal random per blokje en dan alle rijen zijn hetzelfde, dat wil ik niet. Dus ik ga naar de slice toe en ik moet bij de, even kijken bij de transform, display is none en ik wil hem weighten. Dan krijg je hier de weights te zien. De weights is hoeveel die per clone met de effecten meegaat. Ik ga even terug naar die random, want hij doet duidelijk nog niet zo gek veel. En als ik naar de effector zelf ga, naar de effector tab, dan zie je hier staan random mode random. Nou, laten we daar eens wat anders van maken, bijvoorbeeld noise of turbulence. Turbulence ziet er wel leuk uit. Je moet een beetje spelen met die parameters, maar de belangrijkste waar je in ieder geval wat mee moet doen is de minimum value. Die zet ik nu even op 0. Dat doe ik gewoon even handmatig. Zo. Animation speed en scale, daar kan je straks nog wat mee doen. Ik zet ze maar vast op 40 en 40. Dit zijn typisch van die dingen, daar kan je mee gaan spelen, maar dan weet je in ieder geval waar je het moet zoeken. Dit is eigenlijk alleen maar wat we met de random effector gaan doen. Ik wil nu dat ze eigenlijk van de onderste ring naar de bovenste gaan uitklappen. Dat doe ik in deel 4, want dan introduceer ik een zogenaamde plane effector. Dat doe ik nog niet nu. Ik pak eerst even de slice. En ik pak de plane effector erbij. De plane effector. Dan moet ik ook even naar parameter en dan zet ik de position uit. Op zich gebeurt er nog niet zoveel. Als je naar de slice gaat en je gaat naar de effectors, zie je ze hier op een rij staan. Eerst de random, dan de plane. Je kunt ook, als je bijvoorbeeld per ongeluk iets niet hebt aangeklikt en de effector heeft er geen vat op, dan kan je hem er gewoon inslepen en de volgorde uiteraard veranderen. Nou, dat wat betreft deel 3. In deel 4 gaan we flink aan de gang met de plane effector.